Ik ga beginnen. Ik praat even door tot mijn collega. En ook daarachter. Ja. Beste mensen. Ja, ja. Ja. Oké. Laatste 50 minuten van deze dag gaan nu in. Wij krijgen zometeen 2 presentaties. Na de presentatie heb ik een gesprek met een van de studenten. En daarna gaan jullie allemaal, wij hebben 6 zogenaamde posters hier. En dan wordt het een klein beetje chaos, maar dan georganiseerde chaos. Want het is de bedoeling dat jullie allemaal bij een van die posters gaan staan. En dan krijgen jullie informatie over het initiatief, over het project. Kunnen jullie vragen stellen. Dat duurt ongeveer 10 minuten. En daarna gaan we wisselen. Dus dan kan je naar een andere poster gaan om daarover geïnformeerd te worden. En voor je het weet zijn we gewoon 50 minuten verder en dan gaan we echt borrelen. Nou, dat gezegd hebben, even kijken wat voor volk wij nu in de zaal hebben. Zijn er academici, wetenschappers hier in de zaal? Even handen in de lucht. Ja, een aantal. Zijn er studenten aanwezig? Ja, dat mag ik zien graag. En veel meer. En zijn er mensen van de gemeente of ambtenaren aanwezig? Ook een paar mensen. En ik neem aan boeren? Nee, geen boeren, buitenlui. Wel heel veel burgers. Ja, oké. Nu is het moment aangekomen om Maarten Klop naar voren te halen. Maarten, zou je alsjeblieft op willen komen? En dan ga ik je netjes voorstellen. Deze is jouw microfoon, ja. Maarten Klop, afgelopen 3 jaar was je aan het bouwen voor regionale voedselsystemen bij Local to Local en AMPT. Zeg ik het goed? AMPT nog steeds? AMPT. Yeah. AMPT, ja. En wat betekent het eigenlijk? Energetic. AMPT. Amped up. Oh, juist. Ja, 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 ja. Als je Nederlands bent, dan zeg je gewoon AMPT. AMPT, ja, precies, ja. En ik moet zeggen, tot mijn grote schande, ik kende het niet, maar ik heb vandaag mijn eerste Pride Juice. Heb halleluja, ik gehad. Heel goed. Halleluja, ja, Pride Juice. Ja, voor jullie kennen het waarschijnlijk allemaal, maar ik heb het vandaag voor het eerst gehad. En je bent ook betrokken, of heb je opgezet, Grounded Community. Je gaat 5 minuten een presentatie geven. Ik ga daar staan en ga ik je tijd in de gaten houden een beetje, ja? Absoluut, dankjewel. Hou me in de gaten. Ja. Nou, dankjewel allemaal dat jullie hier zijn. En ik sta hier nu in mijn eentje, maar het voelt goed, want mijn team staat achter me. Dus ik kan, ga en wil dit allemaal ook absoluut niet alleen doen. En waarom ik hier vandaag sta, ik wil jullie eigenlijk 2 boodschappen meegeven aan alle jonge mensen. Jullie hebben de autonomie, de kunde en de kracht om jullie eigen toekomst vorm te geven. En aan alle werknemers hier in de zaal. Vraag me af, zijn jullie geïnteresseerd om gemotiveerde mensen aan te nemen die willen werken aan toekomstgerichte oplossingen? Snel ja of nee klikken? Uit, oké, dat is goed nieuws, want dan is er ook nog plek voor jullie om naartoe te gaan. Nou, mijn eigen verhaal, ik noem mezelf even als voorbeeld, want ik ben niet heel bijzonder en ik geloof dat iedereen hetzelfde pad zou kunnen bewandelen. Ik heb duurzaamheidswetenschappen gestudeerd, begonnen met een grote liefde voor mens en natuur. En al gaandeweg leerde ik, dat gaat helemaal niet goed met de toekomst. Schrikbarende modellen, slecht nieuws in de krant. En het was eigenlijk niet totdat ik in contact kwam met lokale boeren en voedselbossen dat ik weer hoop kreeg. En dat ik nadacht van, wauw, dit is positief en hier kunnen we werken aan de oplossingen. En eigenlijk realiseerde ik me daarin 2 dingen. 1, wij hebben iedereen nodig van alle hoeken van de samenlevingen om aan die oplossingen te werken. En 2, het moet leuk zijn. En de duurzame oplossing is vaak ook de leuke oplossing. Dus zo hebben wij in 2019 Grounded opgericht om met een festival, om zoveel mogelijk diverse mensen bij elkaar te brengen en te laten zien dat het leuk is. Nou, dat is sindsdien uitgegroeid tot een community van meer dan, nou, inmiddels bijna 400 leden, 40 nationaliteiten en hebben een broedplaats in Utrecht op een fort. Daar werken we aan voeding, educatie, kunst en doen we veel evenementen door het hele jaar rond. Nou, tegelijkertijd, toen ik over lokale producenten leerde, toen kwam ik aan bij Local to Local. Ik ging met de lokale teler werken en die liet mij zien. Alles waar ik mij op globale schaal zorgen om maakte, dat kan je gewoon lokaal fixen. Met een gezonde bodem, sla je meer water op, meer CO2, gezonder eten, mooier landschap. Dus weer heel positief. Nou, vervolgens kreeg ik een baantje, mocht ik aan de bak gaan, bleef ik lekker doorwerken. Dan heb ik Local to Local Talents opgericht. Een platform om jonge mensen te koppelen aan werk en onderzoeksmogelijkheden in die voedseltransitie. Ook daar, inmiddels zijn er door ons bedrijf zo'n 1000 studenten langsgekomen. Heb ik er zelf meer dan 300 kunnen begeleiden van allerlei verschillende kennisinstellingen. Dus ook daar zie je weer dat je hebt allerlei soorten mensen nodig, kennis en kunde, om aan die toekomstvraagstukken te werken. Nou, dat was waanzinnig inspirerend en leuk om te zien wanneer voor de mensen hetzelfde realisatiepunt is. Dus ik maak me zorgen,
Ik word geïnspireerd door een evenement. Ik word geactiveerd. Ik ga aan de bak. Ik ga appels plukken. Ik ga een onderzoek doen. Ik ga werken. En vervolgens heb je even een moment waarin je denkt, oké, wie ben ik nou? Waar ben ik heel goed in? En waar ben ik naar op zoek? En dat biedt, als je dat goed in kaart brengt van elkaar, allemaal mogelijkheden om met elkaar nieuwe dingen te gaan co-creëren en je eigen plekje in dat werkveld te vinden. Dus zo zijn we dat in kaart gaan brengen van jonge mensen. Wie ben je, waar ben je goed in en wat wil je doen? En de afgelopen 3 jaar hebben wij dit ook in kaart gebracht bij allemaal interessante initiatieven. Kleine catering, start-ups, foodtrucks, stadslandbouwnetwerken, podia. En ook daar vragen we al die veranderaars, ondernemers, wat doen jullie al? Waar ben je naar op zoek? En waar ben je heel erg goed in? Dus dat biedt een mogelijkheid om ook daarin echt te meet en matchen. Tussen al die energie, kennis en kunde van jonge mensen. En al die hulpvragen bij het bedrijfsleven. Van waar zijn die gemotiveerde mensen en hoe gaan ze aan de bak? Nou, dat vind ik ook zo gaaf aan de samenwerking met de HVA, de UvA, die andere kennisinstellingen. En dat werkveld. Hoe kunnen we die meet en match maken? En dan om nog even te eindigen en echt duidelijk te maken dat wij inderdaad de agency hebben, de autonomie en ook gewoon de kracht met elkaar om iets te veranderen, wil ik jullie graag uitnodigen van een van de praktische vruchten van dit jongerennetwerk, Save Free the Soil. En dit gaan wij doen, omdat ons festival doen wij normaal op Fort. Dat is waanzinnig, maar nadat we daar nu 4 jaar gefeest hebben, is de ecologie alleen maar verbeterd. Er kwamen meer dassen, meer broedvogels. Daar mogen we nu niet meer feesten. Dus nu verplaatsen... Ja, nee, maar our work has been done. En nu gaan wij verder. En nu verplaatsen wij deze regeneratiekaravaan, mobiel, naar een plek grond, een stuk land wat ons nodig heeft. De Lutkemeerpolder, laatste stukje vruchtbare, zoute kleigrond van Amsterdam. Kan je recreëren, kan je gezond eten produceren. Maar ze willen daar distributiecentra neer gaan zetten. Ik ben blij dat jij het zegt, Kees Willem. Doodzonde. Dus wij gaan daar kamperen van 28 juni tot 2 juli. En dan de donderdag en de vrijdag vol waanzinnige workshops, kampvuur, reggae, lekker buiten spelen, veel plezier. Gaat over voedselbossen, biobased building. En deze zal ik later doorsturen. En op de zaterdag doen we een publieke manifestatie op het Lutkemeerterrein om daar samen met kunstenaars, burgers, experts te laten zien. Met goede grond, plezier en lekker eten kunnen wij veel van die complexe problemen oplossen. And we need people from all walks of life to make ecosystems thrive. Doe mee. Dankjewel Maarten. Voor mensen die hem per ongeluk hebben... Je gaat terug naar de zaal? Ja. Voor mensen die hem in het begin hebben gemist... Kees Willem Rademaker, zou je bijvoorbeeld willen komen? Pak deze microfoon. Docent onderzoek aan de Hogeschool van Amsterdam. Expert op het gebied van logistiek op allerlei niveaus. Stadslogistiek en agri-food logistiek. Jij had ook een presentatie van 5 minuten. Ja. Yep. Ga je gang. Heel kort. En ik begin met de sheet die ik net heb laten zien. Want ik zei al eerder van vandaag dat we zitten voor een systeemverandering. Waarbij we niet alleen maar verschillende onderwerpen hebben. Maar ook dat we hulp nodig hebben van experts, van onderzoekers, van hele slimme gemotiveerde studenten. Van al deze verschillende onderwerpen en thema's. En nog veel meer die er nog niet op staan en waar we wel naar op zoek zijn. Nou, dit was het uitgangspunt. Om te beginnen met onze community of practice. En die community of practice, wat is dat nou eigenlijk? Want daar zitten we hier voor. Het is eigenlijk hetzelfde wat Maarten net al zei. Namelijk dat we jongeren, de studenten, motiveren, inspireren en educeren, lesgeven, over wat staat jou te wachten als je straks de maatschappij instapt, als je dadelijk je diploma hebt. En hoe ga je je verhouden? En hoe zorg je ervoor dat je niet meegesleurd wordt door de waan van de dag, of daar allemaal loze beloften van partijen en bedrijven die het niet zo goed hebben met de wereld. Maar hoe leer je jezelf sterk in je schoenen te staan en bewust met genoeg kennis je eigen keuze te maken en mee te helpen aan een betere manier van leven in Nederland en hier specifiek van het voedselsysteem. Nou, heel concreet wil ik dat zeggen. We zijn de Community of Practice gestart met 4 belangrijke thema's.
We willen het lokale, het regionale MKB ondersteunen. Dat is heel belangrijk, want die hebben gewoon veel hulp nodig, maar weten ons moeilijk te vinden. Ten tweede, we willen alle kennis die we opdoen, en dat gaan jullie straks allemaal zien hoeveel kennis dat al is. En dit is maar een klein onderdeel van veel meer verschillende projecten over hoe voedselinnovaties eruit kunnen zien en hoe jongeren daarbij kunnen helpen. En tenslotte, of ten derde, is natuurlijk belangrijk om studenten te gaan begeleiden hierin. Wat ik net al zei, dat is misschien wel echt een van de allerbelangrijkste dingen. En ten vierde is het, hoe kunnen we alle kennis die we opdoen, niet alleen via de studentenprojecten, maar ook door gesprekken met jullie, met de buitenwereld, met bedrijven, onderzoeken van onze lectoraten, hoe kunnen we die kennis gaan delen met de rest van de regio? Nou, en dat klinkt dan weer heel mooi, want we kunnen nog niet eens de kennis delen binnen onze eigen organisatie. Laat staan dat het heel moeilijk is om al die studenten te begeleiden op een onderwerp, het voedselsysteem, dat nog niet eens zo leeft. Want ja, nou ja, hallo, ik wil gewoon een 9 of misschien een 5,5 halen voor mijn vak. Ik heb helemaal geen zin om bezig te zijn met wat er in de toekomst gebeurt. Dus we staan ook aan het begin hiervan. We zijn ook een lerende organisatie, zoals dat heel mooi genoemd wordt. Een eufemistisch genoemd wordt voor iets we weten nog niet waar we mee bezig zijn. Maar we leren wel, dat wel. En elke keer wordt een stapje beter. En dat zie je hier, want dit vind ik zelf een leuk. Hier hebben studenten, die zitten daar in de zaal, meegeholpen bij de foodhall in Amsterdam om te tellen hoe de bevoorrading eruit ziet. Dus we zetten studenten in de wijk op straat. Daarnaast was het een expertsessie waarbij we onze onderzoekers van de lectoraat hebben uitgenodigd. Kunnen jullie niet feedback komen geven op het werk van de studenten? Dus dat helpt ook, want dan krijgen ze niet alleen maar input van een medestudenten of van een docenten die vaak vakinhoudelijk misschien niet helemaal up-to-date zijn. Maar dat hebben we ondervangen. En de derde is inspiratiesessies zoals deze. En daar ben ik ontzettend blij dat jullie in grote getale zijn. En dat jullie zelfs mogen presenteren. Waarbij we kunnen laten zien aan de jeugd, de redding, dat het gewaardeerd wordt en dat het belangrijk is wat jullie doen. En dat het niet zoiets dat we al die rapporten die we jullie met zweet en bloed en tranen op je rug aan je opdracht geven overhandigen, dat het zomaar weer in een la verschijnt. Nee, dat we het gaan toepassen. Want we zijn niet voor niks bij de HVA natuurlijk een toegepaste opleiding. Oké, dus met deze vier thema's en deze drie activiteiten staan we eigenlijk nu hier in een traject dat in februari begonnen is. En we willen straks jullie uitnodigen om niet alleen te komen kijken wat is er gebeurd, maar vooral wil ik je vragen, ga eens inspiratie opdoen. Deze heb ik net ook laten zien. Heb jij nog een onderzoeksvraag? Want dat is natuurlijk het belangrijkste. En hoe zouden wij kunnen helpen om met studenten aan de slag te gaan? En lijkt het je wat om met studenten aan de slag te gaan? Als je straks voor zo'n poster staat en je gaat vragen van, nou, wat heb je eigenlijk gedaan? Kijk eens of dat iets is wat ook voor jou is, bij jou past. Dus dat willen eigenlijk wil ik aan jullie voorleggen. En tenslotte nog een keer, dus deze heb ik net ook laten zien om te imponeren. Wil ik nog een keer laten zien. Ik wil nog een keer imponeren. Maar vooral dat het dus niet alleen voor de grote organisatie gaat, maar we zijn op zoek naar de kleinere bedrijven, het MKB in de regio. Dat is het allerbelangrijkste nog wat ik even wil meegeven. En wat dat betreft wil ik het heel kort, ik wil het zo kort mogelijk, want ik wil jullie zo lang mogelijk met de studenten in gesprek laten zijn. En dat zij kunnen shinen vandaag over al hun harde werk dat ze gedaan hebben. Terug naar de zaal. Ik ga zo meteen een gesprek voeren met een van de studenten. Van pakken met ongeveer 5 minuten. En daarna kunnen jullie zelf aan de slag. En het wordt een beetje chaotisch. Maar dat gaan we zo gek uitleggen hoe we het gaan doen. Ik wil graag dat Jordi naar voren komt. Jordi, waar zit je? Ja, kom maar. Pak de microfoon. Dit. Ja. En als het goed is, krijgen we dit misschien ook op de achtergrond te zien. Maar ik weet niet of je bestand op tijd is binnengekomen. Maar kom een beetje naar voren. Ja, top. Ja. Nou, dat hoop ik ook. Vertel eens, sowieso, wat heb je eigenlijk? Wat voor studie doe je eigenlijk? Ik ben 4 jaar logistiek student aan de Hogeschool van Amsterdam. Ja. Oh ja, dat is natuurlijk voor straks, ja. Maar even kijken, 4 jaar. Dus als het goed is, ga je nou dit jaar afstuderen, dus deze zomer? Ja, klopt. Ik ga het over een paar weken of een week ongeveer ga ik het inleveren, mijn advies ook. En ja, dan is natuurlijk even wachten tot het eindoordeel natuurlijk binnenkomt ook. En dan ben ik afgestudeerd. Ja, klopt. Je loopt goed op schema. Ja, zeker. Zeker. Oké. Nou, laten we het over deze prachtige. Even kijken, ik trek het naar mij toe. Als jij aan de andere kant gaat staan, dat praat misschien iets makkelijker. Ja. En ik neem.
Even kijken. Vertel eens, wat voor onderzoek heb je gedaan en waarom en hoe laat? Even kijken, je moet een beetje meer in licht komen. Ja, dat is prachtig. Ja, helemaal goed. Vertel eens. Nou ja, ik heb voor Facility Service onderzoek gedaan. En ik ben eigenlijk met best wel actuele onderzoek bezig naar de transitie naar herbruikbare koffiebekers. En ja, daar heb ik zelf ook al hier eentje in mijn hand ook al. Kom maar eens dichterbij, ja. Oh, ja. Ja. Okay. Ja, daar moet ik opnieuw beginnen? Ja, ga door, ja. Oké, okay, ja. Nog, ik ben dus voor Facility Service UvA-VA onderzoek gedaan sinds februari ongeveer. En daar ben ik bezig geweest met het vraagstuk van de transitie naar wegwerpbekers. Dus, handig. Ja, dit ding hier, die velen jullie vast ook allemaal wel kennen. Ook als studenten waarschijnlijk ook heel veel. Naar eigenlijk de transitie naar herbruikbare alternatieven. Omdat eigenlijk de subwetgeving er binnenkort al aankomt. Zelfs al van 1 juli volgens mij al. Waarbij eigenlijk al de horeca... of de bezorgmarkt al eigenlijk al geconfronteerd wordt met dat wegwerpplastic zal beprijsd moeten worden. En ja, voor de UvA-VA vanaf 1 juni, januari, dat eigenlijk de wegwerpbekers er volledig uit moeten en dat er een herbruikbaar alternatief moet komen. Bijvoorbeeld dat er herbruikbare bekers in vendingmachines uitgegeven worden of een staatsgeldsysteem of hoe je dat wil invullen als onderwijsinstelling. En ja, daar ben ik dus ook mee bezig geweest, ook onder andere. Ja, even kijken, van alle onderwerpen die je kon kiezen... Waarom hebben jullie voor dit onderwerp gekozen? Wat was de noodzaak om dit te doen? Nou, zoals ik eigenlijk al zei, de wegwerpplastic wetgeving is natuurlijk al eigenlijk de aanleiding eigenlijk ook van dit project. Ook, omdat eigenlijk ook wat we in het onderzoek zelf al gezien hebben, ik heb het samen met een andere student ook gedaan die hier in de zaal zit ook. Ja. Daar achterin ook. Ja. Ja. Dus ja, dat was eigenlijk ook de aanleiding, die wetgeving ook. Ja, ja, omdat eigenlijk wat al eerder naar voren kwam, eigenlijk uit zichzelf, uit jezelf als organisatie ga je natuurlijk niet bewegen. Of iedereen kijkt eigenlijk naar elkaar ook. Ja. Maar bewegen ze eigenlijk niet en willen ze die transitie eigenlijk ook niet... Ja. Durven ze niet te zetten of willen ze niet zetten om economische redenen of whatever. Ja, nou, je gaat zo meteen vertellen. Natuurlijk, zoals ik zei, mensen kunnen in groepjes bij zo'n poster gaan staan. Dan krijgen ze informatie van de desbetreffende student / onderzoeker. Dus dat ga je zo meteen vertellen. Maar even nog één keer over je eigen koffie... Koffiebekers? Koffiebekers, wegwerpbekers gebruik. Ja. Hoe was dat? En is dat veranderd tijdens, door je onderzoek? Hoe bedoelt u hem dan? Nou, bijvoorbeeld, ik weet van mezelf, tot mijn grote schande, een aantal jaar geleden stond ik er gewoon niet bij stil. Ik gebruikte die dingen gewoon. En ik probeerde het natuurlijk altijd netjes in de prullenbak te gooien, totdat toevallig iemand van VU... En een scheikundige zei, probeer het gewoon minder te doen om die en die reden. Ja, vanaf dat moment kon ik er niet meer normaal naar dat ding kijken. Dus ik heb nu ook zo'n meeneembekertje. Dus mijn vraag is, dat was mijn schaamteroute. Mm-hmm. Wat was jouw route? Nou ja, ik denk als we het hebben over schaamtemomenten, dan kan ik ook voor mezelf spreken dat ik ook wel iemand ben geweest die wegwerpbekers ook bij het papier heeft gegooid ook, heel vaak. Ja. Omdat we er eigenlijk niet bij stil stonden van dat er plastic binnen laagje zat. Een plastic laagje inderdaad, daar gaat het ook om waarom wegwerpbekers dan verboden worden. Ja. Want ze zien er eigenlijk uit als papieren bekers, maar door het plastic laagje om voor het lekken, daarom wordt het gezien als wegwerpplastic. Ja. Maar eigenlijk ook inderdaad vanaf, ik denk november 22 ben ik er ook al ingestapt eigenlijk vanuit de opleiding ook. En toen eigenlijk zo enthousiast geraakt over eigenlijk het onderwerp, maar wat er ook eigenlijk verder bij komt kijken, ook dat ik ook in verdiept heb ook... En ook leuk dat ik met een andere student ook samen naar heb kunnen kijken ook. Oké. Okay. Nou, nu, blijf even staan. Nu komt het chaotische moment, hè. We hebben 6 van die dingen hebben we neergezet. Ik vraag even Kees Willem, naar voren te komen om te uitleggen wat waar is. Dan heb je een beetje een idee. En de bedoeling is dat je ongeveer 10 minuten... Want volgens hem heb je echt, en minder heb je niks. 10 minuten ga je bij die poster staan. Dan krijg je informatie daarover. Kan je ook misschien vragen stellen. En dan ga ik het aankondigen. En daarna nog een keer 10 minuten bij een andere poster staan. Kan je even uitleggen wat die 6 posters zijn? Want dit hebben we net gehoord. Dus wat zijn de andere 5? Oké, ja. Dank u wel. We hebben dus 6 verschillende onderwerpen. De koffiebekers, dat is er 1 van. Maar als je daar kijkt, daar aan jullie rechterhand, daar zie je studenten die bij de foodhallen de telling hebben gedaan. Dat foto dat ik net zag. En heel interessant, wat zijn de voor- en nadelen voor het bundelen of niet kunnen bundelen van goederen die aan al die horeca die bij de foodhallen zijn geleverd kunnen worden. Dat is de eerste. En hier, als er 1 of 2 daarvan bij jullie posters staan, dan kunnen de andere 3 gewoon meelopen.
De tweede is, bij het, de hogeschool, de gebouwen van de hogeschool, zijn we ook aan het kijken. Kunnen we minder voertuigbewegingen bewerkstelligen? Nou, en hoeveel CO2 en hoeveel verkeerskilometers kan dat besparen? Daar is Annelotte, zou je daar allemaal in meenemen. Dus dat is ook een stukje logistiek. Maar dan gaan we meer over naar bewustwording. En er zijn twee onderzoeken gedaan naar het reduceren van voedselverspilling bij de banqueting. Dus iedereen die lunches, vergaderlunches bestelt of grote feesten houdt. Dus hoe aan de ene kant kunnen we dat organiseren dat er minder wordt weggegooid en op de goede manier wordt weggegooid. En deze gaat vooral over hoe kunnen mensen bewust worden dat ze op de juiste manier voor de juiste personen bijvoorbeeld bestellen. Nou, dan hebben we daar over gezondheid. De Nutri-score, je weet wel, die energielabel ladder, maar dan voor voedsel. Die willen we misschien ook gaan voeren binnen de hogeschool. En de vraag is dat eigenlijk wel een goed idee? En dan hebben we daar, dat is dus de logistieke kant van het voedselverspillingsvraagstuk. Oké. Okay. Ja, dankjewel. Oké, okay, we gaan het nu als volgt doen. Kijk, zoals je ziet, die dingen, dat is echt een praktisch ding, hè? Ze staan een beetje tegen de muur aan. Dus degene die daar eigenaar van is, zeg maar de desbetreffende studenten, zorg ervoor dat deze dingen een beetje naar voren komen. Als er stoelen in de weg staan, bijvoorbeeld zoals daar, hè, zet de stoelen alsjeblieft opzij, opdat de mensen goed daarbij kunnen staan. En mijn collega Alex en ik gaan een beetje helpen, maar als jullie het zo snel mogelijk doen, dan is het bij wijze van spreken in 1 minuut en 20 seconden gebeurd. We hebben het vanochtend uitgeprobeerd, het is echt zo gebeurd. En tot slot, om elkaar goed te kunnen verstaan. De ervaring leert me dit soort dingen. Als hij hier staat en ik ga hier staan en naast mij 5, 6 mensen, wij staan zo, kunnen we hem goed verstaan. We kunnen elkaar ook goed verstaan. Maar je hoeft echt serieus, je hoeft maar hier te staan. Oh, ik ga een beetje van afstand kijken, je hoort niks. Want er is heel veel geroezemoes hier. Dus blijf bij elkaar, want het is echt belangrijk dat je elkaar gewoon verstaat. Dat gezegd hebben de 1 minuut, dus de studenten die bij die posters horen, die gaan nu naar hun posters. En zoals ik zei, zorg ervoor dat die ruimte zo klantvriendelijk wordt. Want dat moeten jullie natuurlijk komende pak een beetje 50 jaar ook doen. Denk aan de eindgebruikers, ja. Dus nu even een moment van chaos. En dan gaan jullie, de andere mensen, gaan bij die dingen plaatsnemen. Yes. Ik denk dat jij juist die kant op moet komen, een beetje van hen af. Want hier hebben we ruimte. Oké. Okay. Ja. Oh. Ja, precies. Ja, ja. Die gaat naar achteren en dan kan je hem gewoon voorop zetten. Ja. Ja. En je koffiebeker kan ook, het gelukkig hier bij de hand. Precies, ja. En de microfoon ga ik van je overnemen, want die heb je niet nodig. Ik heb een paar dingen.
de praktijk in gaan. En ja, eigenlijk dat ik ook uit dezelfde box zou kunnen als gratis uitknippen, eigenlijk niet echt het gewenste effect op haar gedrag, maar ook waar processen hebben. Eigenlijk een student heel makkelijk in de baas, zeg maar qua processen was eigenlijk net echt wat ik wil. En je leven inderdaad een nascheiden was. Het zijn toch best veel tussenstappen. Ja, de visie van het systeem probeert ze eigenlijk voor de student zo min mogelijk belasting te exporteren. En je gooit hem ook weg in de bak waar je normaal papier gooit. Dus bij de papier bossen zijn er ook. En dan heb je hier zo een installatie van een partij en die splitsen die beker eruit. En de wasinstallatie en zo. En uiteindelijk bleek het en financieel, maar ook omdat er geen stage van zit. Dus we waren na 2 maanden bijna de helft van de beker kwijt. En de wetgeving is afval tegengegaan. Wij werken voor de beker zijn. En we hebben een aantal mensen gesproken. Er is een pakket opgenomen. En er wordt gezegd, je gebruikt de beker meerdere dagen. En dan leek het erin. Dat is nog niet zo erg. Maar dat was een klein gedeelte van die 50% die kwijt zijn. En waar die 50% zijn, die moet je weer aanvullen om het proces en daarom te gaan. Dan blijf je bekers kopen. Nou, nu heb ik net mijn eigen gemist. Dat is inderdaad, we kwamen erachter dat dit dus en zowel ecologisch als economisch haalbaar was. Ik heb nog een aantal andere met statiegeld of met een app. Ik kom zo weer terug. Ja. Dus meerdere systemen allemaal getest. Nou ja, er zijn filingen niet gedraaid. Het is ook allemaal niet foutloos en ook niet voor prijzen. Dus mijn advies nu is helemaal geen beker te faciliteren. Elke student één keer een beker geven. Aan het begin van het studiejaar. Dus ik hoop op september dat we een beker zijn. En dat is zowel ecologisch als ook geen beker. Ik zie een beker. Ik zie een beker. Die ga ik dan. Dus daar ga ik een webshop voor. Oh, meedoen? Ja, dat zou nu zo ondernemend werken. Ja. Nou ja, maar dus, en wel dat het werk inderdaad komt. Welke locatie voor de afzet? Ja, het personeel van de studenten krijgen ze een beker, maar we hebben nu ook een schoollocatie met automaten bij het opladen en kopen waar je schrift school. Dat komt dus ook van een beker in te staan. Wat zou je... Er wordt ook gezegd van neem ik zelf de beker mee. Eigenlijk is het precies hetzelfde, neem zelf de beker mee en nu is het wel gebruikt dat de mokken voor gebruikt worden. En die laat je op je bureau staan. En die worden... Dat kan dus niet meer, blijkt het lekker. En er is ook geen faciliteit voor schoonmaken voor ons, want we hebben alleen een koude douche. Nou, in dat geval wordt het gedwongen om gewoon een herbruikbare beker. Staatsgeldsysteem op. Dat is een systeem van financiële prikkels.
ook staan waar faciliteren een rol aanbiedt als software. Het is wel radicaal te proberen om alles weg te halen. Ook alweer. Maar je kunt wel radicaal in plaats van zich niet af te melden. Het is €1 Nee, maar de kosten is van eigenlijk zoveel als die beker kost als je hem zou kopen. En dat je terug kunt krijgen. Dat is wel zo'n beetje. Het is jongens en kaarten van de staal. Nu kan daar ook geen beker aan. Dat is je pak je laptop, pak je smeer. En als je alles weghaalt, dan na drie keer vergeten pak je beker wel. Ja, tuurlijk. Dat is uiteindelijk ook wat je met de overheid zegt. En je rol is nou van het meest. Dus juist niks faciliteren, maar dat ze de gewoon persoon tegen de beker erin lopen. Ik zeg juist niks faciliteren. Uiteindelijk de opbrenging van daarvoor. Ja, exact. Ja, en wat juist veel lastig dan heeft, is het iets met de Shoot. Ja, en ik vind ze ook wel beter. Dan is het nog een beetje. Dan is het nog een beetje. Maar deze week. Oh, dat is steeds ophouden. Oh, je moet een beetje eten en nu is het een systeem. Ja, dat is het.
kleiner is dat niet heel veel geld. Dat is een vaak is het lijkt dat gewoon de bekers die op dit moment zijn, dus niet deze jongen die daar gebruiken, maar de single mix. Is er eentje waarvan je, ja, als je toch echt moet kiezen? Single use, nee, dat is geen use. Welke is de minst belastbaar? Ik wou het ook, het klinkt leuk om het dan toch op wegwerp lezen, maar eigenlijk een plastic laagje maakt wel last en de wet geeft het aan van je moet of een herbruiker of goed aan beheer. Of hoopbaar recycling en zo. Je kan zelf een beker maken. En het kan niet omdat er twee dingen zijn, dan moet het goed verbranden. Dus dat kan allemaal. Zo is het allemaal dat deze bekers zijn. Ja, precies. Maar deze bekers, hier wordt dan zeg maar de plastic uitgewassen. Oh, dat kan dus. Ja, wel, maar dat is dus best wel meer belastend omdat er meer stappen in zitten door dat plastic laag. Nou, bijvoorbeeld ook bordjes en houten bestekken. Ja, dat wordt gewoon verbrand, dat er geen afval verwerkt is. Dat lijkt heel goed dat een bordjes heeft, maar het wordt gewoon verbrand. Ja. En de productie van zo'n afval, dat kan niet meer dan plastic. Als plastic is gezien als slecht. Dus eigenlijk werkt het gewoon ook echt. En de, natuurlijk voor die warmte. Ik heb een klein bestuur in verdiept. Ja. Ik heb ooit 1000 dagen mijn eigen plastic gedaan. Als je echt niets te doen hebt, dan ga je het op de 1000 dagen plastic. Ja, daarom heb je wel een flinke bult. Ja, ja. Met mijn naam daarbij. Daarom dan kom je echt vast bij die website, want bij de Volkskrant zit er nog steeds de website. Waar heb je het opgeslagen? Nou ja, ik heb het natuurlijk eerst thuis. Natuurlijk, ja. Ja, op een gegeven moment mijn vriendin zei ja, jij of plastic? Ja. En uiteindelijk heb ik dus bij de Volkskrant zo'n multimediaal project gedaan. Dus ik heb uiteindelijk, dus moet je voorstellen, een loods met al mijn plastic gesorteerd. Naast elkaar in de helft, ook medewerkers Volkskrant van het lachen. En elke dag op de dag kwam er iemand langs die daar was aan het zitten. Ze kon het scheikundige zijn. Dus wat ik zei bijvoorbeeld in de vraag, of het gewoon een milieudefensie zijn. Dus echt een beetje meer sociale zaken. En dus ik heb een beetje hierin verdiept. En het heeft mij echt een paar dingen gewoon op micro-niveau opgeleverd. Dus vandaar mijn vraag is, dat is soms, zoals het van vandaag komt. En uiteindelijk, nu heb ik er eentje van rubber, die kan je dus herkennen. Kan je in elkaar schuiven. Ja, zelf in ja, we zien opvouwbaar is het als het ware. Ja. Ja, maar dat was dus voor mij het meest praktisch van deze. Dat kan ik niet menen, dat moet ik passen. En mijn vriendin zegt, waarom een vrouw pas mij niet? Ja, hallo, dit ga ik hier niet doen. Maar je zegt dat vandaag in je rubber dan wel eens kijken, dat het idee van een ketel meer gebruikt dan een koffie ook, maar dat ik dat wel een beetje mee heb. Ja. En zo'n beetje dat dit dan toch wat lastig is. Hey, je moet hem ergens stoppen. Je moet hem ergens stoppen, ja. Behalve als je afstapt van het idee van hey, wat wij afgelopen 30 jaar hebben gedaan, was niet echt een visie van een overal. En dat? Over dat is nou wat ze gaan doen. Dit is een keuze zijn. Nee, ik zei niet. Eigenlijk is het een goede vraag. Precies. De vraag is van hoe krijg je de schoonstroom die je kunt recyclen. Want je kan het in het beginsel wat recyclen. Maar als consument werkt er daar niet mee. Dus het komt overal ergens terecht. En je houdt toch de wegwerp. Precies. Dat
precies, die wegwerpmentaliteit. Die hou je toch in stand. Ja, ik ga even een oproep. De laatste 3 minuten! De laatste 3 minuten! Oké, beste mensen, we gaan afronden. Dat gaan we als volgt doen. Laatste 5 minuten. Mag ik blijven staan waar je staat? Je mag ook zitten. We gaan het als volgt doen. Ik haal elke keer, we hebben Jordi gezien, hè? Ik haal elke keer een student die bij een poster hoort naar voren. En dan hij of zij vertelt wat voor vragen die kreeg in die 2 sessies. En dan doen we 5 keer, want we hebben het 1 keer gedaan. En dan eindigen we weer met Jordi. En het is heel kort. En daarna gaan we borrelen. Dat is echt het allerlaatste. Dus ik wil even kijken, mensen van die poster. Wie waren dat? Kom maar alsjeblieft naar voren. Ja, kom maar, kom maar, kom maar. Ja, als jullie met z'n drieën zijn, kom maar helemaal hier in het midden. Kom maar in het licht.
jullie kunnen met elkaar deze delen. Kom maar goed, ik wil jullie goed in het licht hebben. Kom maar naast elkaar. Ja, ja, precies in het midden. En voor de rest, als jullie, jullie hebben de QR-code gezien. Als je denkt, ja, ik wil straks een vraag, een opmerking insturen, kan je zo meteen inscannen. Maar even kijken. Kom maar, goed in het midden. Yes, precies. En een beetje bij elkaar in een ronde zien. Ja, dan kan ik jullie daar zien. Ja, mooi. Ja, precies. Vertel eens, wat voor vragen kregen jullie? Nou, wij zijn bezig geweest met een onderzoek bij de voethallen, waarbij we gekeken hebben naar verkeersoverlast. En eigenlijk zijn er veel vragen geweest naar wat kunnen standhouders nou samenwerken? Want er wordt heel veel gewerkt met verschillende leveranciers, die allemaal voor een eigen aparte stand leveren. Ja. En eigenlijk is er daar meer draagvlak voor nodig. En dat is waar we veel vragen naar hebben gekregen. En kon je ook antwoord op geven? Het werd lastig, maar het is uiteindelijk wel gelukt om daar op te antwoorden, ja. Ja, dat heb je natuurlijk met de jeugd. Dat je praat eromheen en voor je het weet is het 10 minuten voorbij. Precies. Ja, heel goed. Heel slim gedaan. Oké. Geef ze een groot applaus. Yeah. Dankjewel. Jullie gaan terug naar de zaal. Ik wil mensen van die poster. Wie waren daarbij betrokken? Ja. 1 persoon. Kom naar voren. Vertel eens, wat was je onderzoek? En wat voor vragen kreeg je vandaag? Vertel eens. Goed in de microfoon. Oh. Ja. Mijn onderzoek ging over de bevoorrading van de campussen van UvA HVA. En dan met name Roeters Eiland Campus. En wat voor bevoorrading? Eten, spullen? Catering. Catering, ja. Ja, dus eten, drinken in de kantine, banketing. Goed in de microfoon. Oh, ja. En wat voor vragen kreeg je zo meteen? De vraag die ik kreeg is, er waren al heel veel onderzoeken gedaan. En waarom was mijn onderzoek nog nodig? Waarom was er nog niks mee gedaan? Jezus, man, wat een vervelende gast. Ja. En wat voor antwoord gaf je dan? Hè? In de voorgaande onderzoek waren de oplossingen wel geadviseerd, maar was er nog niet meegegeven wat de consequenties van de oplossingen zou zijn of de potentie van de oplossingen. En dat heb jij, heb jij wel gedaan? Ja, dat hoop ik wel. Ja, dat hoop ik. Oké. Dankjewel. En dan gewoon natuurlijk applaus voor nummer 2. Dankjewel. Ja. En de poster daar. Ik zag daar minstens 2 mensen staan. Ja, kom maar allebei naar voren. Yes, hier. En dus neem ons mee naar jullie onderzoek. Wat was het onderzoek en wat voor vragen kreeg je vandaag? Wij hebben vooral dus gefocust op de bewustwording van bestellers en op de voedselverspilling en banketing op de HVA en UvA. Ja, oké. En wat voor vragen kregen jullie? Wij kregen bijvoorbeeld de vraag wat in de toekomst Sierfood zou kunnen doen eigenlijk. En het antwoord was daarbij vooral dus zorgen dat er metingen worden uitgevoerd. En Sierfood zou daarbij moeten ondersteunen. Er moeten 900 metingen moeten uitgevoerd worden. Dat kan 1 persoon niet doen. En zorgen voor afbeeldingen in het bestelsysteem Order Direct. Ja, even kijken. Dan ga ik de microfoon even naar jou. Want ik ben benieuwd. Is dat te doen eigenlijk, jullie aanbevelingen? Ik hoop het wel. Sommige aanbevelingen zullen misschien wat op lange termijn zijn. Wat voor lange termijn? Waar moet ik aan denken? Ga ik het nog meemaken? dat hoop ik wel. Dat kan ik niet zo goed zeggen. Maar bijvoorbeeld die afbeelding en aantalling in het bestelsysteem of een calculatiesysteem in het bestelsysteem bouwen, is ook gewoon technisch, zeg maar. Ja, ik heb nu al spijt van mijn vraag. Ja. Wat zei je? Bestelsysteem in calculatie, afbeelding? Uit de interviews die wij hebben gedaan met bestellers kwam eruit naar voren dat bestellers bijvoorbeeld graag een soort van calculatiesysteem in het bestelsysteem zouden willen zien. Aha. Dus dan kan je zelf aangeven van voor hoeveel personen, welke gelegenheid. En dat bestaat niet? Nee, nu moeten bestellers helemaal zelf kiezen wat ze voor een bepaalde gelegenheid bestellen. Zeg maar. Ja. Maar na jullie onderzoek gaat het ervan komen, vroeg of laat. Misschien wel. Ze zei ja. Dankjewel. Jullie gaan terug. Nog 1 keer applaus voor hen. En we hebben nog maar 2 te gaan. Even kijken, mensen van die poster. Kom maar naar voren. Ja, hier waren ook 2 mensen. Kom maar. Ja. En vertel eens wat jullie hebben onderzocht. En wat voor vragen kregen jullie zo al? Goed in je microfoon weer. Yes. Ja. Wij hebben onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van de Nutri-score binnen de HVA en UvA. En het assortiment van het AUC. Amsterdam University College. Juist. Ja. En kan jij vertellen wat voor vragen jullie kregen? Ja hoor. Ja? Eigenlijk ging iedereen direct naar de conclusie. En iedereen wilde heel graag weten of het nou bruikbaar is of niet. Ja. En? Het is niet bruikbaar.
Het komt er eigenlijk op neer dat de Nutri-score nog vrij veel ruimte biedt voor ongezonde toevoegingen in producten. Ah. En dus vergeleken de Nederlandse richtlijnen en de Nutri-score, dat er nog best wel veel verschil in zit. Ja. Mooi. Dus, ja. Dank voor jullie aanwezig en voor uitleg. Dankjewel. En ga deze. Dag, jullie gaan terug. En hier. Oplossingen voor voedselverspilling. Yes. En Jordi, ik wil ook met jou eindigen, hè, natuurlijk. Hè. Ik ben met jou begonnen. Ja. Vertel eens, nog een keer voor de zekerheid. Wat was het onderzoek en wat voor vragen kreeg je vandaag? Ik heb onderzocht naar de cijfers van de voedselverspilling. Ja. Dus een vraag die ik vooral kreeg is of het toepasbaar is bij andere bedrijven. Aha. En wat de vervolgstappen zijn. Ja, nou, wat was je antwoord? Twee vragen. Nou, de eerste, ja, op denk het wel, op andere bedrijven. Ja. En de andere is natuurlijk eigenlijk vervolgonderzoek en je toepassingen ook gaan toepassen misschien. Ja. En wordt je eigenlijk je eigen onderzoek, wordt het al toegepast bij Hogeschool van Amsterdam? Ja, ik denk het wel. Sommige dingen zijn al in gaande. Dus. Okay, je zei, ik denk het wel, maar is het een ja of een nee? Ja, workshop is volgens mij al gaande, wat ook ter andere handen. Mooi, dankjewel voor je aanwezigheid. Voor de... Oké, Jordi en je maat, we zijn met jou begonnen. Kom even naar voren. En even voor mensen die het gemist hebben, nog één keer. Wat was je vraag? En dan ga je vertellen wat voor antwoord, wat voor vraag je vandaag kreeg. Vertel eens. Het is eigenlijk het onderzoek zelf wat we gedaan hebben? Ja. Oh ja, oké. Okay. Nou, dus het was eigenlijk al in het begin al geïntroduceerd natuurlijk al. Maar eigenlijk zijn we bezig met het vraagstuk rondom de wegwerpbekers. Ja. En hoe eigenlijk in het kader van de subwetgeving die je aankomt voor de onderwijsinstellingen. Ja. Om eigenlijk de transitie te maken naar een herbruikbaar systeem of iets in die trend. Dus dat de wegwerpbekers eruit zijn. Ja. En wat voor vragen kreeg je vandaag zoal? Nou ja, wat voor herbruikbaar systeem dat dan zou worden. En dat is mijn onderzoek geweest. En dat blijkt dus dat dat helemaal niet rendabel is om dat te gaan doen. Ecologisch en economisch. En wat dan wel de oplossing zou moeten zijn. En dat is in mijn mening helemaal geen kartonnen bekers meer. En herbruikbare bekers schenken aan iedere student. En dan heb je, ja, dat is dus jaarlijks goedkoper dan wat je nu aan kartonnen bekers kwijt bent. En het is natuurlijk helemaal geen karton meer. Dus dat wegwerp plastic ben je ook vanaf. En je zei ecologisch en economisch niet verantwoord. Maar zouden we niet ook iets een ander component in kunnen brengen? Bijvoorbeeld misschien is het cultureel wel verantwoord. We moeten geld voor over hebben om het te doen. Sorry, wie moet er geld voor over hebben? Nu heb ik ook mijn eigen vraag. Ja, nee, ja. Ik dacht, weet je kent het wel. Sommige dingen kosten gewoon eenmaal heel veel geld. Weet je wel? Denk, ik zeg maar, gechargeerd gezegd, een moordpartij. Om het op te lossen, gaan we ook heel veel geld en energie en mensen mankracht tegenaan zetten. Zou bij dit... Ja, het is een beetje gechargeerd voorbeeld. Maar zouden we ook niet heel veel geld voor over hebben om juist, weet je, die wegwerp, de nieuwe bekers te introduceren. Al kosten ze zogenaamd geld, maar daar moeten we voor over hebben. Nou, die berekening heb ik gemaakt en jaarlijks wordt er juist geld bespaard. Want die kartonnen bekers is 220.000 euro per jaar. En als jij aan alle studenten van de HVA of de UvA zo'n beker schenkt, dat was een 60% bespaard, zeg maar. Dus dat is wel meegenomen. Dus het kan? Ja, het kan zeker. Ja. En ze zijn er ook al mee bezig. Dus dat is een goed teken. Ja. Ja, dank voor jullie onderzoek en voor de uitleg. Graag gedaan. Ik neem de microfoon terug. Oké, dank jullie wel. Het zit erop. Al het moois komt aan een einde. We gaan zo meteen voor de volledigheid en zekerheid. We gaan juist buiten gaan we de borrel houden. Met hagelstenen en een storm, heb ik me laten vertellen. Maar ik zou zeggen, ren naar buiten en denk erom. Er is een heel kleine taak voor ons allemaal weggelegd. Wat we wel kunnen doen. Elke dag een stuk plastic van de berm ophalen. En gebruiken. En natuurlijk dit. Yes. Gebruik het. Dank voor jullie aanwezigheid en voor jullie onderzoeken. Tot straks beneden.